Een geliefde pakketbezorger uit de wijk Galgenveld in Nijmegen-Oost wordt na 7 jaar trouwe dienst op een bijzondere manier verrast door buurtbewoners. Sal Koek, die vanwege medische redenen afscheid moet nemen van zijn werk, werd even goed in het zonnetje gezet. Seltjoek werd gevraagd om het pakket te bezorgen bij elektronica-winkel Romito. Toen hij daar arriveerde, werd hij naar het restaurant aan de overkant van de straat gestuurd, zodat er een handtekening kon worden gezet. Maar tot zijn grote verrassing wachten daar de buurtbewoners hem op. Ik heb hier zelf 7 jaar pakketten rondgebracht. En die waardering die ik dan van hun terugkrijg, ja, dat is wel heel mooi. Ja. En gewaardeerd werd hij zeker. En daarom bedacht Ton, de eigenaar van de elektronica winkel, samen met de eigenaar van 58, om hem met de buurt te verrassen. Seltjoek ken ik al 7 jaar. Dus in de loop der jaren leer je iemand kennen. En op een gegeven moment loopt het op het eind, net als nu. Daar gaat het een beetje om. En ik heb heel veel verhalen gehoord van hem, wat hij allemaal meegemaakt heeft en alles. En dat doet je wat. En op een gegeven moment dacht ik van, hey, hij gaat er dadelijk mee stoppen, om medische redenen eigenlijk. En dan heb ik eigenlijk gedacht van, weet je wat, ik moet eigenlijk iets een soort crowdfunding-achtig iets, wat dan ook. Ik moet iets gaan doen, ik wil iets opzetten. En dit werd, behalve een verrassingsfeest, ook een groot pakket vol cadeaus van buurtbewoners. Want Seltjoek heeft een bijzondere indruk achtergelaten. Het mooiste van hem vond ik eigenlijk als ik ergens anders was, op een andere plek. Dan zag ik zijn auto voorbij komen en dan dacht ik, hey. En dan zwaaiden we ongeveer tegelijkertijd. Alsof we elkaar op een andere plek gewoon nog steeds herkenden. Ja, we zagen elkaar elke dag, want elke dag sta ik in de winkel. Als ik een pakket eerder wil hebben, dan bel ik hem meestal op. Zeg, Seltjoek, hoe is het? Waar zit je? Ja, daar en daar. Zeg, kun je niet even schermbewinkje maken, want een klant van mij moet er wat hebben en bla bla bla. Ja, dan ga ik wel even, doe ik wel even een schijnbewegingje maken. En dan kwam hij eerder. En hij is behulpzaam, hij is eerlijk, nooit echt iets probleem met hem gehad. Ja, heel top gozer.